Jongetje Jette is er bezig geweest. Ja, heb je hem gehoord? In de Tweede Kamer. Hell no, zei hij toen werd hem gevraagd of hij eventueel in het kabinet van Wilders wilde gaan zitten. Nee. En zei hij erachteraan, ik heb iedereen gewaarschuwd bij D66. Want hij zegt, elke D66er die plaatsneemt in het kabinet Wilders, die gaan we het lidmaatschap van de partij ontzeggen. Hoe vind je hem? Jongetje Jette? Ja? Eventjes hier zo. Tunnelvisie. Alleen bezig met zijn eigen clubje. Ja, niet een beetje overzicht houden over het algemeen belang. In dit geval dan het landsbelang. Nee. Gewoon dit. Hij gedraagt zich, maar dat hebben ze op links een beetje helemaal, als een voetbalsupporter. Zo gedraagt jongetje Jette zich. Ja, weet je wel, dat je alleen met je eigen clubje bezig bent. Weet je wel, wat die Feyenoorders een beetje hebben met Ajax nu. Dat ze daar dan plezier om hebben. Dat het slecht gaat met Ajax. Maar ik ben niet zo'n Feyenoorder. Ik vind het vervelend dat bijvoorbeeld dat het slecht gaat met Ajax. Want het is in het algemeen belang beter als het Ajax ook goed gaat. Want de klassieker, ja, die komt er nu aan binnenkort. Ja, daar kijk ik niet naar uit. Nee, want het wordt geen wedstrijd. Dus die zijn we kwijt gewoon. Doordat het minder gaat met Ajax. Dus het, voor alles en iedereen beter. En zo zit het ook in de politiek. Ja, jongetje Jette, jij moet aan het algemeen belang denken. Want als jij toevallig iemand in jouw partij hebt, waarvan jij denkt, nou, die zou een hele goede minister kunnen zijn op, weet ik veel, onderwijs, zorg, zoek het uit, waar dan ook, economische zaken, dan doe dat dan. Ja, en hou hem niet weg. Nederland heeft oplossingen nodig. En ga daar niet zeggen van, nee, dat mag niet. Wat een kinderachtig ook. En zo slecht allemaal weer. Hey, dus jongetje Jette, hou op met voetbalsupporters spelen.